Uitredend president heeft vandaag de macht overgedragen aan zijn opvolger Chandrika Prasad Santokhi. De nieuwe president heeft in zijn inauguratietoespraak aangegeven dat ons land ernstige problemen heeft, wat dagelijks aan den lijve te voelen is. Hij onderkent dat wonen, werken en leven moeilijk zijn geworden in Suriname. Naast de problemen die de COVID-19-pandemie teweeg brengen, wijst hij ook op de onzekerheid waarin vele sectoren zich bevinden. Santokhi haalde verder aan dat Suriname torenhoge schulden heeft. Hij vindt het belangrijk het volk een eerlijk beeld te geven van wat de huidige situatie is en waar de nieuwe regering aan zal werken. Levensmiddelen zijn duurder geworden. Bouwmaterialen onbetaalbaar. Medicijnen zijn soms moeilijk te krijgen. Kosten om te studeren zijn niet te betalen voor vele jongeren. Bus- en boothouders wachten op hun geld. Gezondheidswerkers, leerkrachten, ambtenaren en gepensioneerden kijken steeds aan het einde van de maand bezorgd of hun salarissen gestort zijn. De werkloosheid en de woningnood zijn nog groter dan 5 of 10 jaar geleden. Vooral jongeren zien hun toekomst somber in. We moeten eerlijk zijn en elkaar de waarheid zeggen. Ons land verkeert in grote financiële problemen. De staatskas is leeg. Er is schaarste aan vreemde valuta en SRD. En er hangt een torenhoge schuld boven onze hoofden. Instellingen die belangrijk zijn voor goed bestuur en inkomsten voor staat zijn verzwakt. De centrale bank, de belastingdienst, de douane en zelfs vele ministeries functioneren niet. De slechte financiële situatie is in de voorbije jaren telkens bevestigd door beoordelingsbureaus. Verder haalde Santokhi aan dat ondanks deze ernstige crisis hij ervan overtuigd is dat de nieuwe regering deze zal oplossen. De nieuwe president gelooft namelijk sterk in de veerkracht van het Surinaamse volk. Ik geloof in de bereidheid om offers te brengen. Wij gaan de crisis oplossen, maar wij moeten eensgezind te werk gaan. En wij weten ook hoe wij dat moeten doen. Eerst gaan wij de instelling van bestuur weer op poten zetten. Met een deskundige leiding en transparant bestuur. De overheid moet weer dienstbaar worden. We hebben alle mensen en deskundigen nodig. Ongeacht hun politieke kleur, etniciteit, leeftijd of gender. Personen die vanwege rancune thuis zijn gezet, gaan we weer oproepen om hun bijdrage te leveren. Maar ook personen die salaris ontvangen en gewoon thuis blijven, zullen nu aan het werk gezet worden. We gaan niet accepteren dat mensen betaald worden met dure belastinggelden van het arme volk, zonder een bijdrage te leveren. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak vanmorgen na zijn inauguratie op het Onafhankelijkheidsplein. Het staatshoofd heeft de belofte dat de crisis in het land door de nieuwe regering opgelost zal worden.